Mensen worden steeds ouder en steeds meer oude mensen gaan naar een verpleeghuis. Ik vind het een prachtig initiatief van Save the Children. Kinderen zijn onze toekomst. We praten veel te vaak over kinderen en te weinig met kinderen, denk ik, over wat die plannen voor de toekomst zouden moeten zijn. Ik denk wel dat er meer vrijwilligers nodig zijn. Als leerkrachten op scholen met hun leerlingen willen praten over wat is er in Nederland aan de hand, wat gaat de regering doen, dan kunnen ze mooi dat regeerakkoord voor kinderen als uitgangspunt nemen. Moest ik een stukje voorlezen uit het echte regeerakkoord en dat was een stuk heel veel moeilijker dan het kinderregeerakkoord. Want de politiek is niet iets van Den Haag, de politiek is niet iets van veraf, maar politiek hoort juist iets te zijn waar ook kinderen zich onderdeel van voelen. Sta je erop? Ja. Wij geloven erin dat je kinderen moet bewust maken van hun rechten, dat ze begrijpelijke taal voorgeschoteld krijgen om te kunnen begrijpen waar gaat het eigenlijk over en waar mag ik over meepraten. En wat vind jij zelf een heel belangrijk onderwerp? Nou, school sowieso en verzorging, dat de juffen meer geld krijgen en dat de veiligheid ook wat meer beter wordt. Ja, wij lenen ook de aarde, wij lenen ook geld van hen. Dus wij moeten ons ook verantwoorden aan hen. Dus des te belangrijker om het inzichtelijk te maken en ook heel in rond Nederlands uit te leggen wat wij hier aan het doen zijn. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat de kinderen de toekomst zijn. Want als we nu heel weinig eraan gaan doen, dus alles heel slecht gaan maken, en dan moeten de kinderen eigenlijk later moeten dat allemaal weer gaan opbouwen om het goed te maken.